Oh nee, de brug is defect. Wat? Wat denk jij? Nee, nee, nee. Op dit moment is het echt gewoon gevaarlijk om hier binnen te komen. What the frick. Hier komt straks een mega grote toren. Yo, mijn naam is Stalin Tommy. En leuk dat jij kijkt naar deze nieuwe video. Oké, mensen, we gaan meteen ter zake of zo. I don't know hoe je het zegt. We gaan dingen doen. Kom op, we moeten eventjes wat gas gaan geven. Ik zie dat ik heel veel lava bij heb, dus ik zal eerst die lava even wegwerken. Gaan we hier overal op de plekken doen waar nog geen lava staat. Denk ik. Ja, zo de lava even wegwerken. Volgens mij hadden we bijna alles gedaan, of niet? Even snelle check. Snelle check. Doe de snelle check. Double check. Triple check. Quattro. Cinco. Check. Oké, nope. We hebben alles al gedaan. Snel de lava wegleggen. A few moments later. Oh nee, de brug is defect. Laten we die snel gaan repareren. Wat hebben we nodig? Ik zie dat we wat spruce nodig hebben. Spruce planks, spruce slabs. We hebben hier wat van nodig. Van die stairs hebben we nodig, even kijken. En misschien wat torches, weet wel. Wat van die, mooie torches. En dan is de, dan kun je hier lekker naar binnen gaan. Oké, ik ga dat even snel even die spullen pakken. En dan gaan we het hier even mooi maken, ja? Jawel, hallo. Daar zijn we bij de brug. Eens even kijken, hoe gaan we dit oplossen, mensen? Hoe gaan we dit oplossen? Ik denk een beetje zo. Even kijken, zo. Het is heel makkelijk op te lossen, dus dat is wel lekker. Easy, het regent, jongens. Het regent als het giet. Het regent als het giet. Dat is niet heel erg relaxed om mee te gaan bouwen. But it is what it is. Zeggen we altijd, we moeten ermee mee leven. Dus laten we ermee leven. I don't know, whatever. Bouw die brug af. Nou, eens even kijken. Dan doen we hier wat mooie lampjes neerzetten. Lampjes. Eigenlijk wil ik die toortjes opzetten hier bovenop. Kreeg ik nou een arrow? Wat denk jij? Nee. Foei. Nee, dat mag je helemaal niet doen. Hoe durf je? How you daring to do all that? Niet zo funny. Nou, we bouwen even hier nog dit gedeelte. Zover als het me lukt. Wat ik wil bouwen. Ja. Moet goed komen. Even kijken, puntjes op de i. En dan is de brug weer voorzien van... Oké, de brug is af. We kunnen de brug lekker gebruiken. Dat is ideaal. Jullie zien alleen niet zo goed door het slechte weer. Maar oké, dan heb je hier dus de brug. We maken hier wel even een pad. Zo, lalala. Waar gaat het pad naartoe? Nobody knows. Nou ja, loopt hier een pad. Een begin van het pad. Even kijken. Ik weet nog niet eens hoe ik het kasteel wil noemen, mensen. Ik weet nog helemaal niet hoe ik het kasteel wil noemen. Random rice seeds. Oké, kijk, nou, we hebben hier dit. En dan ga je naar binnen. Lalalala. Even kijken. Je moet sowieso een beetje omhoog zo springen. Alleen, dan val je eigenlijk naar beneden. En dat is niet zo chill. Dus we moeten het eigenlijk zo maken. Het licht is heel apart. Ik ga eventjes wat meer dingen neerzetten. Kijk, dat we wat licht hebben. Het ziet er natuurlijk niet mooi uit, omdat het zo hoog is. En dan laten we hier het pad smooth naar beneden gaan, denk ik. Zo beetje bij beetje naar beneden. Gaan. Hebben we daar iets voor meegenomen? Ja, kijk, we hebben dat dit. En dan, kijk, het is wel hoog, hè. Het is wel hoog. En dan gaat het hier zo smooth naar beneden. Ja, nu hang jij in de weg, hè, lantaarn. Kijk, en dan ga je hier zo langzaam naar beneden. Ik vind het wel, ik vind het wel mooi verzonnen. Jullie ook, vast wel, toch? Nou, hier binnen ziet het dan nog niet heel denderend eruit, maar dat gaan we nog wel fixen. Even kijken. Ik sloop meer als nodig is, maar dat maakt niet uit. Het komt goed, kunnen we weer maken. Dus even kijken, je komt hier binnen. En eigenlijk moet die deur ook weer dicht gaan. Dus dan moet ik straks stone pressure plates fixen. Nou ja, je komt hier zo naar binnen. Lalalala. Kun je hier de deur openen. En dan kun je hier naar binnen. En die deur moet er vanzelf dicht met pressure plates. En dan ga je zo... kan dat wat ik heb gedaan? Volgens mij kan het wel. En dan loop je hier zo. En dan kom je hier uit. En dan staat er een freaking skelly. No! Nou, dan kom je hier. En dan komt hier gewoon een brug omlaag. Of een dingetje omlaag. Ja, ik weet niet. Voor nu, het ziet er heel simpel uit. Maar I don't know. Ik weet nog niet zo goed hoe ik het wil. En hoe ik het... I don't know. Als je zo'n hele mooie trap die zo naar beneden gaat. Is ook heel sick. Zo van twee kanten. Of gewoon hier. Naar beneden. Kan ook, dat we aan deze kant naar beneden gaan. Hoe dat kan maken. Kan ik dat maken? Tuurlijk kan ik dat maken. Hebben we nog stone? Op dit moment is het echt gewoon gevaarlijk om hier binnen te komen. What the frick. Heb ik hier buiten nog een dingen? Oh, je ziet die poes. Poes. Ik heb geen... We maken nog wel een table. Wat een vervelend licht zit hier. Ik probeer het wel eventjes te verlichten. Maar hier willen we dus een trap zo maken. Een beetje zo'n ronde trap. Dat vind ik wel... I don't know, daar heb ik een gedachte aan. Dat is mooi, toch? Gewoon zo, ja. Dus even kijken. En ja, die trap die komt al... Is dit breed genoeg? Of wil die 3 breed hebben? 2
2 of 3. 3 is wel majestic of zo, I don't know. Even kijken, dat wel, is wel een beetje lastig om dit te maken natuurlijk. It's not simple. Nee. Mag wel breder toch? Kijk, hier kun je tenminste een beetje chill en dan ga je hier zo naar beneden. Nu op dit moment donder je eigenlijk meer naar beneden. Trappen maken is niet makkelijk. Ja, je wilt gewoon relaxed naar beneden gaan, bro. How to go relaxed to the down. Zullen we eerst gewoon eens een weg gewoon normaal maken? Normaal, 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 normaal. Gewoon een simpele hoe die normaal zou gaan. Gewoon een blokje omlaag steeds. Blokje omlaag, blokje omlaag. Kijk, dan heb je hier zo. Kijk, ja, dan heb je zo. En dan gaat hij hier een blok omlaag. 3, toch? Zoiets. En eigenlijk moet hij hier dan constant omlaag gaan. Maar ja, dat wil je dus een beetje smooth doen. Maar willen we hem hier wel 3 of niet? Zo. Hij wordt wel heel lang nu. Ik denk 2 is beter zo. 2 stapje. Toch een beetje een glamour trap. Een beetje glamour. Een beetje glamour. Kun je hier gewoon chill omlaag. Kijk. Ik hoop dat jullie het zien. Ik vind het zo irritant. Maar dit regent steeds. Maak iemand even dag of zo, bro. Dit is gewoon geen staf online, volgens mij. Nee. Perfecte moment uitgekozen om te recorden. Regen, donker en mistig. Nice, nice, nice. Oh my god. Maak er het beste van met het mysterieuze weer hier. Mysterieus. Yes! Yes, het lijkt wel alsof iemand mij gehoord heeft. Maar ik zit letterlijk op te nemen. Ik zit niet te streamen, niks. Het regent wel nog steeds. Zie je die wazen in beeld boven mijn hoofd? Het regent wel nog steeds. Ja, maar dit is niet erg bijzonder of zo. Je wilt zeg maar wat traders kwijt zijn en zo. Ja, dat. Ik zie dat zo wat traders weg zijn. Dat is wel grappig. Ja, I don't know, niet grappig. You know what I mean, bro. Ik ga je zo omlaag en dan... Ah, nee, ik mis een trader. Oh, ja. Yeah. Whatever. Ja, dit is... hier ga ik wel mee akkoord. Maar hij eindigt niet lekker. Hij eindigt niet helemaal lekker. Maar ja, dit is dus de trap dan. Dan komt ze naar beneden. We moeten even fatsoenlijke leuning maken. Dan moet ik even dit soort gaan fixen. Vind ik mooi erbij. Nieuw fixen. Want ik wil dat kasteel gewoon een beetje leefbaar maken. Weet je, dat er gewoon... I don't know, er dat er tenminste iets gebeurt of zo. I don't know, hoe wil je het noemen? Leefbaar maken. Maar kijk, deze afstand is weer zo hoog. Dus dan moeten we het hier weer fixen of zo. Misschien is dit ietsje beter. Hallo? Ik heb het blokje gehakt hoor. Wat is dit? What the frick? Enge burger. Is dit beter? Dit is nog steeds vet hoog. Dit is nog stijl hoor, als het maar kan, man. Eigenlijk heb ik blijkbaar meer trap nodig. Zie ik nu. Maar het kan toch? Het kan. Ik kan hem wat extra trap geven. Is dit oké, jongens? Laat het weten in de chat vast wel toch? Is wel redelijk hetzelfde, but whatever. It is what it is. Omhoog. Omhoog. En dan? Ja, kan dit nog? Nee, dit kan niet meer. Dit moet ook gefixt worden op een of andere manier. Zo, klaar, gefixt. Dit moet gewoon omlaag. Gewoon omlaag. Alleen nu. Ah, mijn god, mijn god, mijn god. Je moet die hendel kunnen bedienen. Je moet die hendel kunnen bedienen. Willen we dat doen vanaf hier of willen we dat doen in een huis? Dat hier een huis staat, een wachtershuis. Hier komt een wachtershuis, ja? Zullen we dat fixen? Hier komt een wachtershuis. Dus even kijken. Wachtershuis. Oké, gaan we zo fixen. Maar ja, dit zo dus. Even kijken. Dit moet kunnen toch? Of doen we nog eentje extra? Oké, we doen toch nog eentje extra. Iets meer plek, zo. Wap, 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 wap. Zo. En dan moeten we even kijken hoe we dit gaan afmaken. Kijk, je kunt gewoon lekker gebruik maken van hoe het hier was. Ik zit weer in haastmodus. Ik wil te snel gaan. Duurt me weer te lang, jongens. Nee, dit klopt niet. Dit was prima zo, denk ik. Ja, dan gaat hij hierheen op. Hier en hier. Toch? Yo, dit klopt niet. Titanus. Thomasus. Oké, daar komt hij. We moeten doen zo, zo, zo. En nu heb ik... Oh, ik ben wel wat vergeten. Komt goed. Maar hier komt dus een soort van tolhuisje of zo. I don't know. Hier komt een huisje te staan. Dat gaan we zo maken, ja. Of gaan we het dicht doen? Voor nu kunnen we wel dicht doen. Nou, doen we de slaps hierop. Zo, zo, zo. Het is wel echt een overkill aan grijs, 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 grijs. Misschien kunnen we het zo even oplossen. We gaan kijken wat we kunnen doen. En dan doen we hier... Ja, hier komt dan een blokje. Oké, zo kunnen we doen. Toch prima. Lekker. Eigenlijk... Nee, eigenlijk wil het niet zo doen. Ah, de lamp houdt me vast. Deze server bugt wel, jongens. Wat is dit? Waarom bugt de server zo enorm? Hou ze maar buggen. Niemand heeft gezegd dat jij mag buggen. Helemaal niemand. Dus doe dat dan ook niet, bugging machine. Ja, oké, we doen het gewoon zo. Kijk. Let's go. Oké, mooi, 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 mooi. Is helemaal mooi. Is helemaal hartstikke mooi. Helemaal hartstikke mooi. Ik vind het helemaal mooi. Kijk, zo chill, 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 chill. Chill, chill. Ja, dit kan zo. Ja, perfect. Fa-fa fantastico. Dit bandje is fantastico. Het leven is fantastico. Oké, leuk, 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 leuk. Dit zo, ja, prima. Wauw, wauw, wauw. Wow! Oh my god!
Wauw! Nou ja, dit ziet er heel leuk uit. Alleen die ovens mogen weg. Ovens, time to move. We moeten een ovenruimte maken, bro. Een ovenruimte. Misschien eigenlijk wel, hè. De keuken. Hieronder in de kitchen. In the underground of the kitchen. We can make a keuken. Yes, yes, yes. That's very nice. Tommy, you're the smartest person I know. Ja, we gaan spontaan op zijn Engels praten. Kom op, let's go. Zet die ovens daar neer. Schiet op, duurt lang. Duurt lang. Duurt lang. Duurt lang. Mijn scheppen zijn langzaam. Mijn scheppen op mijn Minecraft Survival servertje is veel sneller. Ik ga echt zo krakaka. En wat we hier willen doen, polys in de side slabs. Andere. Oké, ophalen. Kijk, deze wil ik er neer doen. Ah, misschien een mix. Misschien een mix van. Een mix. We hebben ook wat. Ja, we hebben dirt. Even kijken, een mix van. Hallo. Ja, kijk, zoiets. Dan doe je zo. Wauw, die is mooi. Zo. Zoiets. Ja, we nemen alles mee. Oké, en dan gaan we zo naar boven. Oké, let's go. Snel, klaarmaken. Die kisten moeten weg. En dan kun je hier natuurlijk met de trap kun je dan omhoog zo. Even kijken, gewoon één. Eentje zo open laten. Kan ook. Even kijken, we doen een beetje dirt. Dan is de kelder. En de kelder, ja, de kelder is gewoon lelijk meestal. Oké. Het is wel heel onoverzichtelijk aangezien. Eigenlijk moet ik ook wat coarse dirt doen. Dat is ook mooi. Dat past hier heel goed bij. Maar ja, we maken dus gewoon een kelder. Hier zit van alles door elkaar. Weet je, dit is gewoon een oude bakkerij. Soort van. Dit is, ja, een keuken. Dit is de keuken van het kasteel. Dus ja, dit is dan de kelder daarvan. En hier staan er gewoon een paar grote ovens. Die dan de, bijvoorbeeld de broden bakken of het vlees. You know, because deze dwerg houdt van... Grilled beef. Alsjeblieft, iemand. Neem mij een keer mee naar Amerika om daar, hoe heet het? Naar een barbecue ding te gaan. Ik was toen net als ik video's aan het kijken van zo'n Amerikaanse grillhouse. Dat is echt insane. Sorry dat ik dit nu ga vertellen, maar I don't know, alsjeblieft. Oké, prima, perfect. Hier kan eigenlijk mijn perfectionistisch hoofd, die wilt we andere dingen doen. Spider somewhere. Oh, hier is die. Hallo, mijn vriend. Oh, meteen dood, zielig. Hoe groot willen we die opening doen? Best wel groot, toch? Gewoon zo'n, ik weet hoe we het doen. Kijk, we doen het. Ah, ik heb te weinig. Zo, dan doen we hier deze. Kijk, en dan doen we die zo. Da-da-da-da. I don't know, is dit iets? En dan doen we die zo. Dit is helemaal niks. Dit is lelijk. Oké, maar dan doen we het wel zo. Kan dit? Ik heb geen idee, mensen. Laat me weten in de comments of het kan. Nou, die trap laten we eventjes voor wat het is. Er mag best wel dirt zijn voor temporary. Temporary. Oh, ik heb letterlijk niks meer van dat spul. Oké, nice. Van die andesite blok. Heb ik helemaal niks meer van. Ja, oké, kijk, ik heb dit nog wel. Ga weg met je oog. Ik hoef je stomme spider eye niet. But I died for the spider eye. Die spin is gewoon gestorven. En toen bleef ze een spider eye over. En nu zeg ik tegen zijn spider eye, ik wil je niet. Auw, pijnlijk. Dus even kijken, wat gaan we doen? Ja, deze hadden we nodig. Oké. Prima, had ze... Oké, dat wil ik eigenlijk niet meer zeggen. Die guy is gecanceld. Oké, we gaan eventjes... ja, laat hier even spullen staan. Maken een kist voor deze rommel. En dan kunnen we heel snel de ovens verplaatsen. Gewoon een dubbele chest. Even kijken, we wouden spullen hierin gooien. Zo, bam. Kijk, want ik moet gewoon dit kasteel... Gewoon, het moet een beetje leefbaar worden. En het moet gewoon, I don't know, het moet gewoon een beetje netjes worden. Weg ermee. Kan ik dit allemaal wel meenemen? Jawel, kan ik. Meenemen. Oké, die meme gaan we niet weer in de video doen. Hebben we al gedaan. Even kijken wat we wel gaan doen. Is dit even zo. Kijk, we zetten gewoon de ovens. Hier kan er eentje staan. Doe je gewoon zo. Dat is wel het chillen aan. Even kijken. Gaan die goed? Ja, die gaan goed. Dat deze kelder zo diep is. Of, jawel, diep. Je kan hier gewoon lekker die ovens plaatsen. En je kan zelf gewoon kijken van, ja, hier wil ik een dak maken van dit, hierboven op deze verdieping. Nou ja, hier komt de verdieping. Dus hij kan ook nog wel een beetje hoger, 1 naar 2 hoger. Kan wel, dat is geen probleem. Dus dan doen we dat gewoon, ja. Maar waar komt deze kist vandaan? Dat snap ik niet. We doen even hier de helft van de kool in en hier de helft van de kool in. Maar zoveel kool heb ik niet eens dat ik het zo breed hoef te maken eigenlijk, maar ja. Oh, we hebben hier allemaal, oké, chill. Doe even hierin gooien in deze kist. Tijdelijk. Next. Nou, we gaan eventjes lekker alle ovens pakken. Mensen, wat vinden jullie ervan? Wordt het wat het kasteel? Laat weten in de comments. Wat moet ik in de volgende video gaan doen? Laat het even weten. In een van de volgende Kingdom video's laat me weten wat je wilt dat ik doe. Oeh, ik heb een task gecomplete. Ik kan tot nu toe alles nog lekker meenemen. Dus dat is heel relaxed. Hier zit wel heel veel kool in. Nou, kelder van de bakkerij. Hier kunnen we straks lekker, veel ovens gebruiken.
hoeveel dispensers erin zitten. Je kan dit ook goedkoper maken. Wat ik nu heb is soft een automatische oven. In de bovenste kist doe je dan de items die je wilt in de oven wil doen. Even kijken, die. En in de linker rechter chest doe je dan ja, de brandstof voor de ovens. En ja, dat was ik nu aan het doen. Maar ja, daarna gaat het natuurlijk gewoon automatisch allemaal branden. Dus dat is gewoon super relaxed. Je hoeft er verder niet meer naar om te kijken. Dat is gewoon chill. Past dat allemaal in mijn oven? Koop het. Maar ja, soft een automatische oven. Maar wel, ja, dit is dan, dit hier komt zeg maar de keuken. Dus die ovens die kunnen daar wel te staan, toch? Dat is toch wel realistisch? Slaan, staan. Ik denk dat het wel realistisch is. Dus even kijken. Hoe gaan we dit doen? Zet hem gewoon zo min mogelijk plek te verspillen. Denk ik, I guess. Zo, lekker springen. Maar ja, je kan deze hopper dus wel. Of deze. Oh, ik ben iets kwijt. Je kan dit wel iets duurzamer maken. Door bijvoorbeeld deze twee weg te halen. En gewoon steeds een stack in de oven zelf doen. Maar ja, dan brandt de oven misschien te snel uit. Dus dat is ook niet helemaal handig. Maar let's go. We zijn wel lekker actief, mensen. We zijn goed bezig. We zijn lekker bezig aan het kasteeltje. Gaat goed. Oeh, oké. Heel even wachten. Heel even mijn chest legen. Even mijn inventory legen. Als het nog gaat. Hier zit wel echt veel cobblestone in. Ik moet het eigenlijk in die andere kist. Of in die andere ovens gaan doen. Die wel actief zijn. Waar nu kool in zit. Oh nee, hier is toch niet een kist in gevallen. Dan moet ik eigenlijk een nieuwe kist fixen. Nou, ik hoop dat het goed komt. Let's go. Kijk, opgeruimd staat netjes. Binnenplein sta ik helemaal ready to go. Hier komt straks een mega grote toren. Ik moet even kijken wanneer ik die toren wil gaan maken. Dat is een beetje een dingetje. En welke toren precies. Maar will be fine, will be fine. Kan er hier nog een lang staan? Hier kan er nog een lang staan. Toch? Ja, toch? Ja. Ik denk het wel. We zien het wel. Dit. Ja, zie je? Ik mis een oven. Sowieso is die oven in vlam opgegaan. Die viel in de... Ik bedoel, de kist. Ik mis een kist. Sowieso is die in vlam opgegaan. Rip kist. Oké, wat gaan we doen? We gaan even hier gelijk de kool over verdelen. En dan kunnen we hier bovenin weer de cobblestone verdelen. Ik heb echt veel stone. Lekker. Sappig. Cobblestone mag allemaal gebrand worden. Weet ik veel. Hoe noem je dat? Als je stenen in de oven doet, gebakken. Deze stenen mogen we bakken. Maar het is geen klei of zo. Dus het is niet echt dat je het bakt. Ik heb geen idee. Hoe noem je dat? Hoe noem je dat als je die stenen hier in Minecraft in de oven doet? Ik heb geen idee. We doen er gewoon hier zo'n deel in. We doen er hier gewoon zo'n deel in. We doen er hier gewoon zo'n deel in. En we doen hier gewoon zo'n deel in. Doet deze iets? Deze doet niks. Sad. Maakt niet uit. Maar oké, we hebben hier dus wel lekker veel spullen liggen. Dat is wel ideaal. Hier komt dus een vloer bovenop. Die kunnen we wel fixen. Waar gaan we die vloer van maken? Hiervan? Kan wel toch? Ja, die vloer die wordt lekker hoog. I don't care hoe hoog die wordt. Kom op, dichtbouwen. Nou, in de kelder hier van de restaurant, de keuken, whatever, zitten dus de ovens. Super chill. Ik heb niet genoeg. Of course I not have genoeg. Nou ja, gelukkig hebben we nog wat slabs liggen. Laten we hopen dat het voldoende is. Dan kunnen we het hier gewoon afronden. Laten we dit een stukje dichtmaken met wat stone bricks. Zo, kijk. Zo. En dan op deze hoogte. We maken hier wel een klein trappetje of zo. Dat je hier ingaat. Dat je dan zo loopt. En oeh, kom je hier uit. En hier is dan denk ik wel de actieve keuken of zo. En ja, hier, we moeten hier over nog wat afzinnen. Het is nog een beetje leeg. Maar dat komt goed. We hebben hier van alles gedaan. Even kijken. Zullen we hier beneden wel lampen ophangen? Ja, ik heb niet zoveel bij op dit moment. Maar we kunnen dit wel ophangen. Want ja, dan moet hier natuurlijk mooi gemaakt worden nog. Maar dat komt wel. We verzinnen wel iets. Voor nu hangt dit hier prima. Let's go. Weer een stukje af van het kasteel. Yes. Mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet niet de video te liken. Vergeet niet te reageren. Abonneren. Whatever. Commenten. Dat zei ik al. Reageren is commenten. Slimmerik. Maar heel erg bedankt voor het kijken. Tot snel bij een nieuwe video. Doei doei.